gelukkig mag ik voor mijn onderzoek dus ook naar conferenties gaan of activiteiten die worden georganiseerd door mensen in het veld. En daar kom ik dus echt heel veel voorbeelden tegen van wat mogelijk is met technologie. Dingen waar ik nooit bij stilsta. En dat inspireert me wel om verder te gaan. Ik onderzoek de verschillende datadonatieprojecten in Europa. Dus hoe organiseren ze zich, hoe kiezen ze hun doelen uit en wat voor effecten hebben hun activiteiten nou eigenlijk precies. En doneren houdt dus in dat degene die data deelt, of over wie het gaat, dat ook bewust doet. Dus niet net als je advertenties krijgt op je mobiel, dat ze data delen, maar niet per se data doneren. En voor mij, en in mijn onderzoek, is dat verschil belangrijk, omdat ik juist benieuwd ben naar hoe data ingezet kan worden voor het goede doel. Mijn naam is Dwayne Ansa en ik ben bezig met mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Ik maak vooral gebruik van desk research, dus dat houdt in op het internet zoeken naar informatie. Dit kan wetenschappelijk literatuur zijn, maar ook wat is geschreven door mensen anders dan wetenschappers. Denk bijvoorbeeld aan wat beleidsmakers of activisten erover schrijven. Daarnaast spreek ik ook mensen die betrokken zijn met datadonatie, dus interviews afnemen. En ook overleg ik met mijn collega's om zo inzichten uit te wisselen. En daarnaast mag ik ook nog wat lesgeven, wat ik heel leuk vind. De Europese Unie heeft een aantal onderwerpen waar ze dan echt naar willen kijken, zoals gezondheidszorg, klimaatverandering en wetenschappelijk onderzoek. Dus allerlei nieuwe regelgeving op het gebied van digitalisering en de digitale markt. En één specifiek deel gaat ook over datadonatie. Dus door nu bij te dragen kan je ook echt meedoen aan een levendige discussie. Wat ik met mijn onderzoek hoop te bereiken is goed advies voor de Europese Unie. Terwijl zij deze nieuwe regels ontwikkelen voor datadonatie. Ook wil ik ervoor zorgen dat de belangen van mensen, alledaagse mensen die ik ook spreek voor mijn onderzoek, worden meegenomen. Natuurlijk gaat het ook vaak om gevoelige data, dus daar willen we niet al te laks mee omgaan. Het gaat over mensen en hun levens. Dus om te borgen dat die privacy er wel echt is, is het goed om dit soort zaken al vroeg in kaart te brengen. En verder dat het heel duidelijk wordt wat datadonatie nou precies kan toevoegen aan het maatschappelijk belang.